paar biertjes. Oh, heerlijk rustig is dit, hè? Vind je ook niet, Wouter? Stefan, bedoel ik? Stefan, ja. Stefan Wouters. Ja, ja. Oh, lekker zo zonder ramel, zeg. Maar dan gaat ook niemand lachen om je mama appelsap. Dat is misschien wel een beetje jammer. Ja, zonde is het, hè. Moet je dat zelf doen. Wat zeg je? Dat moet je dat zelf doen. Oh ja, gaan we dat zelf doen. Hé, Stefan, je bent audiofiel, je bent filmer, regisseur. Maar eigenlijk vul je gewoon koffieautomaten bij. Ja, eigenlijk al. Ik ben incognito koffieautomaten bijvullen. Hoe dat zo dan? Ja, dat is gewoon vakantiewerk, joh. De vakantie op je school, hè. Oh, want dat studeer je natuurlijk. Ja. Hey, en gewoon bonen in zijn bak doen. Wat zeg je? Dat is gewoon bonen in zijn bak doen. En dan moet je dan allemaal bedrijven langs. Nee, ik zit bij één bedrijf. Die hebben heel veel automaten. Is dat nou, want ik vraag het even, want Ramon en Sander Lantiga, die hebben natuurlijk nu, die zijn experts in vakantiebaantjes. Die, die gaan deze zomer op zoek naar de leukste vakantiebaantjes. Mm-hmm. Ja. Is het iets waar je nou heel lang over nagedacht, deze? Of kwam je hem gewoon tegen? Ja, het is heel saai. Ik kwam hem gewoon op internet tegen. Daar heb ik op gereageerd. Maar waar moet je het van doen? Het betaalt goed. Maar Ra, jij... Ja, ik heb vroeger bij Parts of Koeien bij Nekema. Ja, nee, maar jij hebt net die opnames rond, bedoel ik. Ja, en toen dacht ik, je hebt zoveel keuze wat je kunt doen. We hebben met paarden gewerkt. Dat was fantastisch. Daar heb ik nooit over nagedacht hoe leuk dat zou kunnen zijn. Een beetje paardenborstelen en zo. Dat is wel een beetje voor de vrouwen. Maar ik vond het ook erg leuk om te doen. En werken met dieren, dat had ik altijd heel erg onderschat. En het leuke is, door dit programma kom je erachter dat er heel veel baantjes zijn die je vroeger gewoon nooit gedaan hebt. Omdat je dan alleen maar bij je neef in de party service een beetje varkenshersen uit het kop hebt gehaald. Oer saai. Ja. Het verdient helemaal niks. Dus eigenlijk is het motto van de klusjesmannen deze zomer, vakantieklusjesmannen, denk goed na. Precies. En kijk even, want we hebben een heleboel tips. Vanaf 3 juli, Nederland 3. 8:15. Het was een heel lange promo, Stefan. Sorry hoor. Ja, hey. Maar niet uit, joh. Oké. Okay. Wat wil je. Om welke plaat gaat het, Stefan? Daar gaat de plaat O Sweet van Triggerfinger. Hoe ging die ook alweer? Sinds wanneer maakt Triggerfinger ook Franstalige muziek? Dat is het enige Franstalige nummer wat ze hebben. Deze, wat leuk. Ja. Huh. Wat hoor je erin? Volgens mij is het rond 1:25 hoor ik met je zure kut aan het dansen. Nou ja. Met je zure kut aan het dansen. Nog een keertje dan. Oh, dat is de AWW, dat kan ook. Ook grappig. Met je zure kut aan het dansen. Hier is Triggerfinger. Met je zure kut aan het dansen. Jouw mama appelsap liedje, timor.bnn.nl. Tenu dans ma serviette, qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant.